Als je het niet doet, gaan we naar de carrière toe van Gert-Jan Verbeek. Nou, daar ben ik razend benieuwd. Ja, nee, dat... Hoe lang duurt dat item 10 seconden? Wat een kort itemje. Nou ja, goed, we hebben even wat mensen... Als voetballer of als bouwvakker? Ja, dat weet ik niet helemaal. Er is navraag gedaan aan een aantal grote bekenden van Gert-Jan over zijn roemruchte carrière. En dit kwam eruit naar voren. Hij was niet een fantastische voetballer. Hè? Dus hij moest het echt hebben van knoerhard trainen. En dat kon hij. Dat kan je echt, hè? Als iemand kon trainen, dan kon Gert-Jan trainen. Kijk, ik had ook geen supertalent hoor, ben ik heel eerlijk in. En dat had hij ook niet. Maar op je karakter kwamen wij heel ver. We hebben een jaar gehad, maakten wij corners iets van 12 of 14 goals. En dan maakte Gert-Jan de helft van de goals. Hij kon onvoorstelbaar goed koppen, maar dan echt komen. Hè? Dus als je denkt van, oeh, wat gebeurt daar? Er komt een of andere tornado aan en die kopt de bal erin. Nou, dat kon niet hoor. Ja, ik vond het wel een mooie kerel. Volgens mij had hij destijds altijd wel problemen met hoe Van der Gijp en Mario en Frits Korbach met elkaar omgingen en wat die deden. Ja, hij was er heel serieus in. Maar hun deden maar gewoon wat en ja, daar had hij volgens mij wel heel moeite mee. Ja, als er in die tijd meerdere camera's geweest waren zoals nu, ja, dan hadden wij allebei gewoon van de 160 wedstrijden 154 wedstrijden aan de kant gezeten. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik had wel een beetje schrik voor. Dus op het veld was er een opstandje of zo. Nou, dan kwam hij de volgende dag met zijn bokshandschoenen en in het kleedlokaal werd er even gebokst. Er werd uitgevochten, hè. Ja, dat vond ik wel mooi. Helmond Sport Heerenveen. En René van der Kerkhof, onze aanvoerder, die had zijn meniscus kapot. Die staat in de rust op zijn krukken in de tunnel. En die zwaait met die krukken richting Gert-Jan en Maarten de Jong. Van jullie moeten wel even een beetje normaal doen met onze Hans. Want anders krijg je met mij te doen afloop. Nou ja, toen brak de hel los. Dus, en Fop stond op 5 meter te kijken. Die wist niet wat er gebeurde. Dus iedereen lag te rollenbollen en te slaan en te knokken met elkaar. En die kraai die had zich aangesteld als een oud wijf. En die werd in de gang werd die door Kees Kist. Nee, niet door Kees Teun. En Maarten en Gert-Jan op zijn sodomieter gegeven. Oh, hij lag op de grond. Ik zei, kom eraf, want anders is hij dood voordat hij... Kijk, Gert-Jan hier een nieuw beer van de kerel. Nou, volgens mij heeft hij er een paar hoeken gegeven, hoor. Want er lagen overal mensen op de grond. Totdat... Gert-Jan Verbeek zijn mouwen een beetje opstroopt en ik zie hem uithalen. Ik ben niet snel bang, ik ben wel snel bang, dus ik was ook heel snel weg. Dus hij is gewoon door de catacombe daar, is hij achter me aangelopen. Ik ben uiteindelijk in de kantine terechtgekomen en daar heeft hij me een poffert op mijn neus gegeven. Dus mijn neus stond gewoon in mijn oor. En toen zei hij van, tot over een half jaar, de route. Hij is wel vaak in beeld, vind ik. Ja, dan kom ik thuis en zeg ik, mevrouw, Gert-Jan is weer op televisie. Mijn vrouw die heeft een zwak voor Gert-Jan. Dus dat, ja, hij is er weer. Nou, ja, ze moeten je ook een keer weer stoppen hoor, dat is veel te vaak. Ja, ze hebben ze vroeger van jou ook wel gezegd. Ik zei, dat zal wel vertellen. Maar Hans, echt op de neus geraakt, ja? Ja, ik weet niet precies meer waar ik hem geraakt heb, maar ik zal hem ongetwijfeld geraakt hebben. Ja. Dat was wel een specialiteit van mij. Maar dan was je ook echt kwaad op zo'n moment? Was het ook een beetje dolle? Was je echt woest dan? Nee, het was niet dolle. Nee, we waren echt pislink op hem. Ik heb het halve stadion een keer achter hem aangezeten. En hij was niet zo heel snel, maar toen wel. Ja. En op een gegeven moment stond hij met zijn rug tegen de bar aan. Want we kwamen ergens in en volgens mij was het geen kantine. Volgens mij was het zo'n ongeboden sociëteit. Van die ondernemers die zitten daar dan. Ja, business club. En dus er vlogen wat tafels en hapjes en zo door de lucht. Maar toen was hij uiteindelijk kwam hij bij de bar terecht en toen kon hij geen kant meer op. Ja. Toen heb je hem geraakt. Ja, als je er zo lang achteraan zit, dan... Wil je ook wel. Ja.